terug bij Café Tinto, aflevering 454. Ik ga zo in gesprek met Fina van der Pol. Ze heeft dit boek geschreven met buikpijn naar school. Op zoek naar een effectieve aanpak van pesten. En omdat er nou school staat, ja, met buikpijn naar de eetzaal. Of je kunt er van alles invullen, hè? Ja. Dus, pesten, het komt zelfs in het bejaardencentrum. Dat staat niet meer, hè? In het verzorgingshuis. Het bejaardencentrum is opgeheven, hè? Ja, het zijn nou vooral verpleeghuizen. Want de gewone bejaarden moeten thuis blijven, is de bedoeling. Nou ja, maar je kunt met buikpijn naar school gaan, naar je werk gaan, enzovoorts. Pesten, het gebeurt overal. En daar gaan we het straks over hebben. Straks het verhaal van Johan. Hij heeft een bijzonder leven achter de rug. En daarin speelden vrouwen wel een redelijk centrale rol. Maar dan wil ik nu eerst met jullie naar een foto kijken. Die foto is zwaar gehavend geraakt. Die stoppen wij in zo'n fotopureermachine. En dan in een halve minuut herstelt de foto zich. En als je denkt dat je weet wat je ziet, roep maar. En daar hangt dan ook weer een bepaald nieuwsfeit bij. Het is nog niet heel erg bekend of herkenbaar. Hè? Dit zijn pixels. Of hoe heet dat? Pixels. NOS, hè? Nou, de laatste 3 seconden gaat hij heel snel. Let op. Kerkdienst? Een kerkdienst, ja. Nou, dat zou het kunnen zijn. Dat is een openluchtbijeenkomst. Ik hoor nog niet. Wat voor een herkenning hebben jullie hierbij? Nou, wat zou dit zijn? Ja, ik zou een beetje denken aan iets in de Oekraïne. Maar nee, dat is het niet. Nee? Nee, het is hangende studenten voor op de trappen van de HBO. Hangende studenten, ja. En waarom hebben we deze foto gekozen? Hangende studenten. Hangende studenten. Klinkt positief. Ja, nee, maar die dus zeg maar in de pauze lekker in de zon even chillen. Ja. Even chillen. Ja. Ja, en elkaar bemoedigen. Ja. Precies. We hebben ook al hangende ouderen, hè? Ja, het winkelcentrum, hè? Ja, ja. En dan met scootmobiel erbij. Ja. Er is door Kamerlid Tanja Jatna Nansing van de Partij van de Arbeid gezegd. Ik vind eigenlijk dat jongeren tot ze 18 jaar zijn naar school moeten, zolang ze nog geen VWO-diploma hebben. Nee, zegt Tanja, dat vinden we eigenlijk wel, maar het moet gewoon naar 21, die leeftijdsgrens. We moeten tot 21 blijven studeren en jongeren veel meer achter de broek zitten. Zou u dat vinden, een goed idee vinden? Leerplicht tot 21? Nou, het ligt eraan of het onderwijs goed is afgestemd op de jongeren. Heb je bijvoorbeeld kinderen die bijvoorbeeld VMBO-basis doen, dat is prima als ze tot hun 21ste moeten. Als dan maar zij ook een opleiding hebben waarbij ze in de praktijk bezig kunnen zijn en waarbij ze echt aangepast onderwijs krijgen, dan lijkt me het prima. Maar als dat niet zo is, en dat is helemaal niet in Nederland zo, ja, dan wordt het een probleem. Ja. Dus er moet wel iets aan het onderwijs gedaan worden. Ja. Dus met deze opmerking van op naar 21, daarmee zeg je van nou, dus nog geen applaus van mijn kant. Nee, kijk, voor die hbo's en de universitaire mensen zitten toch wel tussen 21ste vaak op school. Ja. Maar wat doe je met die hele groep daaronder? Ja, precies. Nou, zij kwam tot deze uitspraak omdat ze zei, ja, ik kom jongeren tegen die zeggen, dan zijn ze 24 of zo. Was er maar iemand geweest die had gezegd, joh, studeer nou echt door en maak het af. Dus die waarschuwing die brengt dan dit Kamerlid ertoe om te zeggen, op naar de 21 en zo lang moet je in de schoolbanken blijven. Er worden heel wat berichten de wereld ingestuurd en er wordt heel wat getwitterd. En Gerry, jij hebt ons geïnspireerd om op het woord bemoedigen te zoeken. Dus wij kwamen het volgende tegen. Iemand die zich apenstaartje Ik ben Christen noemt, die stuurde de volgende tweet de wereld in. Bemoediging is de zuurstof van de ziel. Is dat waar? Ja, ik geloof wel dat het wel zo is. Ja, je kunt er eigenlijk, wil je groeien, dan heb je die zuurstof nodig, hè? Voor het leven. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen, Fien, dat je denkt, ja, alleen bemoediging. Er mogen nog meer ingrediënten bij, hè? Nou
Nou ja, de moediging moet ten eerste oprecht zijn. En ten tweede moet er toch ook empathie zijn voor iemands lijden. En als je alleen maar iemand moet spreken, het komt wel goed. En ik heb nog een mooie tekst voor je. En nou, dus wel goed bedoeld, iemand probeert boven de situatie uit te tillen. Dan denk je, ja, maar als je niet echt hebt geluisterd naar wat in iemands leven is, dan, ja, dan slaat het eigenlijk nergens meer op. Dus ja. Ik denk dat het beide moet. Dat er ook geluisterd moet worden naar iemand zijn verdriet en zijn ellende. En van daaruit moet kijken, hey, hoe kan ik je verder helpen? En daar is de bemoediging heel erg belangrijk. Passende bij. Bemoediging. Ja, precies. Ja, is zuurstof voor de ziel. Ja. Ja. Matthias Gerrits schrijft, hij begon te spreken zeggende, iedere gelovige, onvolmaakte vader, heeft een volmaakte vader achter zich staan. En dat wordt dan onderbouwd met Handelingen 29, vers 1. Hij begon te spreken, zeggende. Johan, is dit een bijbeltekst? Of, ik ken hem zo 1, 2, 3 niet. Is het een quote die jou bemoedigt? Nou ja, er zijn genoeg vaders en moeders die niet heel erg goed met de kinderen kunnen, willen en omgaan. En ja, er is één perfecte hemelse vader. Ja. Dus in die zin zeg je, ik kan me daar wel in herkennen, ja, in deze, zeker, ja, tweet. Dan heb ik nog een tweet en die is van Martine van Velen. En Martine van Velen schrijft, de Heer zelf gaat voor je uit, Deuteronomium 31. Dat betekent dat er geen plek is waar je komt waar Hij niet geweest is. En dat krijgt dan een hashtag bemoediging. Die bijbeltekst staat er niet in. Staat niet in de Bijbel. Die bijbeltekst? Je hebt hem inmiddels opgezocht? Nee. Ja, goed, ik heb hem opgezocht. Handelingen gaat tot 28. Dit is een grappige. Dan moeten we Matthias Gerrits toch even vermanend toespreken. Ja. Dat is dan geen bemoediging, maar een vermaning. Ja. 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 Deuteronomium 31 staat er wel, hè? Ja, deze tekst ken ik ook wel. Inderdaad. En ik denk dat dat ook waar is. En dat betekent, want de Heer weet ook inderdaad, hè, om bij Afina even aan te sluiten, hij kent ons lijden. Hij is zelf een Heer van het lijden. Hij heeft ervoor gekozen, helemaal vrijwillig. Ja. Dus hij weet heel goed waar wij doorheen moeten. Ja. Waar hij niet geweest is. Hij weet wat pesten is, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Zeker. Ja. Als u zelf twittert en u wil een bericht de wereld insturen, bijvoorbeeld over deze uitzending, dat kan, dan is dat hashtag Café Tinto. En u kunt ons volgen, apenstaartje FAM7. Met buikpijn naar school. Heel wat ouders zullen dat herkennen bij hun kinderen, dat ze wel eens geen zin hebben, een buikpijn. En dan moet je achter zien te komen, wat is dat? Dat is niet altijd pesten. Nee, Fina. Het kan ook zijn zenuwachtig voor het kerst of voor je verjaardag. Of voor stress. Ja, positieve stress kan er ook gewoon bij horen. Ja. Dat je denkt, je kunt zelfs buikpijn krijgen van de verwachting dat je cadeautjes krijgt. Ja, precies. Ja. Of dat je mag trakteren in de klas. Of je wel of niet wordt uitgenodigd op het partijtje van een jongetje uit je klas. Daar kan je ook buikpijn van krijgen. Ja, ja, precies. Maar over die buikpijn heb je het niet. Hè? Nee. Hebt het in dit boek over de buikpijn die ontstaat vanwege pesten. Ja. Dan is het misschien nog even handig om het verschil tussen plagen en pesten te benoemen. Ja. Wat is plagen en wat is pesten? Nou, plagen is vaak iets eenmaligs. Even iemand plagen. En dat is ook iets wat wordt opgevat als een plagerijtje. Maar daar zit natuurlijk iets dubbels in. Kijk, ik kan iemand plagen dat ik een grapje maak over zijn kleding of wat dan ook. Maar als ik dat elke dag ga doen en die ander vindt dat niet prettig, want die is zelf onzeker over zijn kleding, dan wordt het al pesten. Dus er zit iets ingewikkelds in. Het is een onduidelijke overgang. En het is zelfs nog andersom, dat ik iemand kan pesten en dat iemand anders met veel humor en die stevig in schoenen staat, dat helemaal niet voelt als pesten. Maar die voelt het als een plagerijtje, want die ziet de humor er wel van in of die denkt, laat maar kletsen. Dus daar zit het heeft iets te maken zowel met de zender, zeg maar, die het, of die het goed bedoelt of niet, maar ook met de ontvanger, hoe die daarmee omgaat. Ja, precies. Dus je hebt twee partijen. Ja. Dat betekent dus dat die twee partijen, die moeten oog voor elkaar hebben. Ja. Dus dat vraagt empathie. Ja.
En dat is vaak wat je ziet bij pesters. Hè? Want dit boek gaat natuurlijk niet over, het is niet een soort hulp voor slachtoffers. Maar gaat bijvoorbeeld ook over pesters. En je ziet vaak dat de empathie bij pesters niet zo heel erg groot is. Die zijn er niet zo heel erg mee bezig van, oh, als ik dit tegen jou zeg, dan kan jij misschien vannacht wel niet slapen. Nee, daar denken ze niet over na. Nee, het was volgens mij een tv-serie, werden pesters en slachtoffers met elkaar geconfronteerd. En dat de pester zei, het was gewoon leuk, grappig. Precies, geen idee. Ja. Geen idee, ja. 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 Dus de beleving daarvan is nogal verschillend en hangt aan de persoon zelf. In jouw boek pak je ook de grote groep eromheen. Ja. En dat is misschien nog wel belangrijker bijna. Ja, precies, want ik denk, er is geen pester zonder meeloper. Als je in je eentje pest en niemand steunt jou in je pesterijen, ja, dan hou je er wel mee op. Dan heb je geen publiek, geen steun. Als iemand zegt, joh, hou eens even op, weet je wel, met dat geklier van je, ja, dan denk je ook, ik stop maar. Maar je gaat door als je vriendjes zeggen, ja, goed zo, en die gaan nog eens even meedoen. En die vinden jou een fantastische bink en ze lachen mee, ja, dan doe je mee. Dus een pester kan niet zonder meelopers. En het idee is ook een beetje wat erachter zit. Zo van ja, wij zijn heel erg de neiging als iemand wordt gepest. Nou, dan heeft hij behandeling nodig. Of die moet leren voor zichzelf opkomen. Allerlei trainingen en toestanden. En aan de pester gebeurt vaak niet zo heel veel. En de meelopers al helemaal niet. Die krijgen op geen enkele manier aandacht. Terwijl eigenlijk het verhaal is, ja, die pester moet stoppen. En die moet doorkrijgen wat hij aan het doen is. En daarvoor is belangrijk dat juist die meelopers gaan leren om een andere keuze te maken en wat hun standpunt is. En daarnaast heb je natuurlijk nog andere groepen. Je hebt ook, zeg maar, de niet-wetende, noem ik ze dan. Het zijn mensen, ja, ik weet helemaal niet dat er wordt gepest. En dat is eigenlijk een hele gevaarlijke groep. Want ik merk dat heel veel mensen zeggen, ik had het zelfs vanmorgen nog hier in dit gebouw. Iemand zei, oh, zijn beste volwassenen dan ook? Oh, doen bejaarden dat dan ook? Toen dacht ik, oh, dit is zo'n mevrouw, dat is een niet-wetende. Ja, die moeten we hebben, die moeten we wakker maken om te zeggen, doe uw ogen open en kijk om u heen. Want het gebeurt ook in uw omgeving, misschien bij uw buren of in uw kerk of wat dan ook. En wat kunt u daar dan mee doen? Want als je niet weet, dan heb je ook geen verantwoordelijkheid. Terwijl ik denk, ja, ga je verantwoordelijkheid op je nemen. En niet denken, bij mij gebeurt het niet, want dat is gewoon, ja, een leugen. Achter je boek schrijf je dat je zelf eigenlijk van de categorie onwetende, ja, afstand, ja, ik was ook een beetje maar ja, want ik ben niet uit een soort missie het boek gaan schrijven, maar ik was gevraagd om het boek te schrijven over pesten. Ik dacht, ja, ik weet er niks vanaf. Ik ben geen pester, geen slachtoffer. Mijn kinderen ook niet echt opvallend. Dus wat moet ik ermee? En ik heb er niks mee. Ik heb ook geen oplossing. En totdat ik dacht, oké, ik ga wel kijken wat ik er eigenlijk van zie of weet of hoor. En toen ben ik mijn ogen en mijn oren open gaan doen en ook gaan denken over mijn eigen leven. En toen dacht ik, oh, maar het is echt verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. En wat ik zelf bijvoorbeeld ook toesta. Want ik merkte bij mezelf heel erg dat ik een soort trots had van, ja, maar ik doe er niet aan mee. Maar ja, ja, niet ondertussen dacht, ik doe er ook niks tegen. Ik laat het gewoon gebeuren. Dus ben je ook partij als je niets doet? Ja, ja, precies. Want je kiest om er niets aan te doen. Ja, en ik vond dat nog goed. Ik dacht, nou, ik heb er niet aan meegedaan. Goed, hè? En nu denk ik, oh, ik heb er niet aan meegedaan. Maar ik heb ook niks gedaan om het te stoppen. En nou, ik denk dat het besef wat ik daarin heb gehad heel sterk is geweest. En ik hoop dat mensen die dat lezen dat ook gaan zien. Dat je denkt, ja, door er niet aan mee te doen ben je nog helemaal nergens. Dan, ja, doe je er niks aan, draag je geen verantwoordelijkheid. En ik denk dat het belangrijk is dat ja, vooral ook volwassenen die verantwoordelijkheid wel gaan dragen. Ja. Nou, ik voel me, zeg maar, na het lezen van het boek, ik was deel onwetend, zeg maar. Ik dacht, het komt op scholen voor, in werksituaties wel eens. Maar het komt, ja, ook bij de buren voor. Het komt in verzorgingscentra voor. Het komt op alle plekken waar mensen met elkaar samenkomen. Ja. Daar gebeurt het. Ja, 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 dat en, is. En dat je roddelen bijvoorbeeld, schaar je al onder pesten. Ja. Ja. Daar begint het gewoon simpelweg mee. Ja, precies. Nog, wat is de behoefte van de mensen om het te doen?
Ja, dat is denk ik heel erg breed. Het kan uit heel veel dingen zijn. Hè. Het kan ook zijn uit onmacht of dat je zelf op een bepaalde positie wil en die niet kan krijgen. Het kan ook zijn uit frustratie, dat je bijvoorbeeld gefrustreerd bent over je positie op het werk of over de leerkracht op de school van je kinderen of dat jouw kind niet goed presteert of over dat je geïrriteerd bent over je buren en denkt altijd dat gezeur met je buurman en je gaat er even flink tegenin. Het is ook een stukje je niet bewust zijn van wat ben je nu eigenlijk aan het doen. We zijn soms niet zo heel erg streng op onszelf. Maar je ziet bijvoorbeeld bij pesten speelt er ook vaak heel veel onzekerheid. Hè? Dat je denkt, je pest vaak niet omdat je zo fantastisch bent, want dan heb je helemaal geen pesten nodig. Als je sowieso al een groep kinderen achter je geschaard hebt omdat je dat je charismatisch kind bent of zo, dan heb je helemaal geen pesten nodig. Maar juist omdat je bijvoorbeeld bang bent dat je niks te vertellen hebt of bang bent dat ze jou gaan pesten, ja, dan ga je dat wel doen. Dan heb je het nodig om je te profileren. Ja. Precies, ja. Alleen ga je dan, ja, ik zeg altijd, ga je overlijken. En sommige mensen gaan zo ver, terwijl ze dat niet bewust zijn. En niet denken na een rotopmerking naar hun collega. Niet nadenken, hoe zit die man nou vanavond thuis? Ja, en neem je dat als kind, als je zeg maar een pester op de basisschool bent geweest. Loop je het risico om in het volwassen leven dat gedrag te continueren? Als je een pester bent geweest, ja. Ja, en je bent niet daarin gecorrigeerd, hè, dan zie je vaak dat je ook merkt, ja, je ziet vooral de voordelen ervan, dat jij komt waar je wil zijn. Ja, moeten zij maar beter voor zichzelf zorgen. Precies. Ja, ja. Dus het is denk ik ook heel belangrijk dat ook al heel jong pesters worden gecorrigeerd. En bovendien is het zo dat wij denken heel vaak dat het slachtoffer het moet oplossen. Maar dat kan die niet. Ja, die moet sterker worden. Precies. Ja. Terwijl dat lukt helemaal niet, want anders dan hoefden we daar niet allemaal behandelingen en toestanden voor te bedenken. Dus we moeten denk ik reëel zijn. Nee, een slachtoffer kan het niet goed oplossen. Dus hij heeft andere mensen nodig. Bijvoorbeeld iemand die de pester aanspreekt. Of hij heeft de niet-weters nodig die denken, ja, ik weet het ineens wel. Of juist de mensen eromheen, zeg maar de meelopers. Hè, en dan bijvoorbeeld bemoedigen. En ik denk, maar wij zijn er ook niet heel erg op gericht. Ik merk in mijn eigen vak of als ouder vraag ik wel, ben je wel eens gepest? Maar nu vraag ik ook, pest jezelf? En als een kind dan zegt, nee, ik ben nooit gepest. Ik zeg, oké, en wat doe je dan als er wordt gepest in je omgeving? En dan komt er vaak, ja, nou, ik durf niks te zeggen. Of dat soort zaken. Dan denk ik, oké. Dus ik ben zelf ook veel breder gaan kijken naar, hoe zit het nou eigenlijk sociaal? En wat doe je er nu eigenlijk mee? En en ook ouders, hè, want ouders klagen wel over pest op school. Maar wat doen ze zelf mee? Nou, ja, dus het begint bij de opvoeding. Ja. Ja. Dat je kritisch durft te zijn op elkaar. En ook op jezelf als volwassene. Dat je denkt, oké, maar wat doe ik met pesten op het werk? Hoe ga ik daarmee om? Of hoe ga ik om met mijn irritaties naar de buurman die altijd zijn vuilnis voor mijn deur zet? En dan ziet een kind al, oké, weet je, we gaan niet expres buurmannetje pesten, maar we gaan zorgen dat het goed opgelost wordt. En dan ziet hij al van, oké, dus zo kun je dat ook doen. Dus het begint ook bij papa's en mama's. Ja. Kijk in de spiegel. Hoe ga je zelf met je buren, met mensen om, collega's? En met elkaar. En met elkaar. Ja, want als je in het gezin altijd maar strijd voert en meent dat je alles tegen elkaar mag zeggen, dan doe je dat waarschijnlijk ook buiten de deur. Ja, precies. Ja. De grootste ontdekking voor jouzelf, want je begon eraan, het was een opdracht. Ja. En ik hoor je er nu over spreken dat het iets van jezelf geworden is. Ja. Wat is je grootste ontdekking? Ik denk toch vooral dat je je er niet te makkelijk van kan afmaken. Zo van, ik heb er niks mee te maken. Iedereen heeft het gebeurt niet. Iedereen heeft ermee te maken. En het is belangrijk dat ook iedereen zijn verantwoordelijkheid ervoor neemt in zijn eigen omgeving. Om daadwerkelijk iets aan het pesten te doen. Niet om het de wereld uit te helpen, want dat is allemaal veel te groot. Maar om te zeggen, oké, wat doe ik, heb ik vandaag op dit moment gedaan? Of wat heb ik gezien en wat heb ik daarmee gedaan? Of heb ik mijn hoofd afgekeerd of gedacht, het valt allemaal wel mee? Of wat dan ook maar. Ja. Ja, want het is van alle tijden. Ja. In de Bijbel zijn voorbeelden te vinden. Ja, die staan er ook in. Ja, dus, ja. En in het groot heet het oorlog. Ja. Toch? Precies. Want wat er nu in Oekraïne gebeurt tussen, hoe heet die, Poetin en Oekraïne, is dat ook een beetje pesten?
Ja, dat is natuurlijk allemaal wel heel klein om het zo te noemen. Maar ik denk dat vaak dezelfde mechanismen spelen. Ja. Ja. Dus help de oorlogjes ook in je eigen omgeving te bestrijden. Ja. Ja. Fina van der Pol schreef dit boek Met buikpijn naar school. Op zoek naar een effectieve aanpak van pesten. En het is niet zo dat het een boek is waar nou meteen de kant-en-klare oplossing in staat. Hè? Nee, het gaat veel meer om bewustwording en verantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar er staan wel allerlei tips in en adviezen van wat kan je doen. Bijvoorbeeld als jij gepest wordt op je werk. Of als jouw moeder in het verpleeghuis pest. Hè, als zij het bijvoorbeeld zelf doet. En hoe ga je daar dan mee om? Ja, ja. Dat is denk ik heel belangrijk. Je hebt gewoon heel veel voorbeelden erin gezet. Ja. En daar aan de hand van al die voorbeelden kun je vervolgens heb je heel veel handvatten waar je mee aan de slag kunt. Ja. Ja. Mooi. Heel praktisch boek. Ja. Dankjewel. Volgens mij een heel nodig, noodzakelijk boek. Ja. Uitgegeven door Kok. Ja. En daar is het verkrijgbaar dus. Fina, wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Nou, ik denk dat ik dat daar wel aan koppel. Je had het natuurlijk over bemoedigen. En ik denk, bemoedigen is natuurlijk ook heel belangrijk hierin. Hè? Ja. Maar ik denk ook juist dat mensen... gebedspunt is dat ze naar binnen gaan kijken. En zeggen, oké, okay, hoe ga ik om met mijn verantwoordelijkheid naar mijn medemens? En is dat wel zoals het bedoeld is? Hè? Want pesten is natuurlijk niet zoals wij bedoeld zijn. Is dat wel zoals bedoeld zijn? En neem ik daarin wel mijn verantwoordelijkheid? Oké. Okay. Nou, ik heb hem snel opgeschreven en dan zal ik hem straks tegen 11 nog even voor u herhalen. Dankjewel. Het gastenboek. De gasten van vorige week donderdag hebben een vraag voor jullie bedacht. En dat zijn Riekeld Pastekamp, journalist, Janneke Vlot. Zij kwam haar verhaal vertellen. Zij had de rolstoel aan de wiel gehangen nadat ze werd genezen. En Marianne Tukker. En ze hebben een vraag voor jullie bedacht. Mag ik hem aan jou geven? Ja. Mag jij de vraag voorlezen? Spannend, want... Waarin werd je gisteren zondag bemoedigd? Hoe breng je dat vandaag in praktijk? Nou, dan gaan we er even vanuit dat je gisteren werd bemoedigd, hè? En dan waarin? Oké, okay, nou ik zal wel. Ik heb wat medische problemen op het moment, forse medische problemen. En ik dacht, iemand vroeg: heb je je laten zalven in de gemeente of niet? En toen dacht ik: ja, dat is niet echt mijn manier van. En hoe heet het? Bedoel, waar twee of meer vergaderd zijn, dus het is genoeg gebed geweest, dus het is wel mooi zo. En toen dacht ik: nou, ik ga daar ook niet voor naar voren, niets, maar ja. Maar ik twijfel wel, moet ik het wel of niet doen? Want het is natuurlijk wel een vraag, hè, van als je met dingen zit, laat je zelf door. Dus toen dacht ik, nou ja, oké, ik laat het gewoon los. En toen ging ik weg uit de dienst en toen kwam er iemand naar mij toe die eigenlijk op zich nooit naar mij toe komt. En die zei, oh, hoe gaat het? Ik zei, ah, niet zo goed. Toen zei, heb je je al laten zelf? Ik zei, nee. Zullen we het dan maar even doen? En toen dacht ik, oké, okay, weet je, dat is goed. Dan weet je, is het goed dat ik het doe. Omdat ik had het echt zo losgelaten. En ik denk, dan laat ik dat doen. Dan brengen we het samen bij God. Dus dat vond ik wel heel bemoedigend voor mezelf. En dat op die manier God ook werkt. Ja, mooi. Dankjewel dat je het met ons deelt. Bemoedigingen gisteren ontvangen? Nou, ik was in een andere dienst, omdat we bij onze kinderen in Zwolle waren, was een doopdienst. En daar hoorde ik, daar heb je een getuigenis als voordat ze zich laten dopen, vertellen de mensen. Er was een vrouw, die, wat me heel erg aansprak, dat ze gewoon zei van, nou, er wordt van alles, bouwt de wereld om ons heen aan ons op, dingen op. Maar ze weten niet iets te doen als je bijvoorbeeld perfectionistisch bent of gewoon zo altijd van alles moet en dat soort dingen. En ze zegt, en daar ben ik eigenlijk door God op aangesproken. En toen ze dat zo vertelde, ja, dat spiegelde mij even. Toen dacht ik van, ja, zo ervaar ik het zelf eigenlijk ook wel. Zo'n bevrijding. Ja, dus ik vond het was een...
Ja, het was gewoon een stralende vrouw die gewoon echt met God wel echt iets heel wezenlijks had ontdekt eigenlijk. Elke in van hoe ga ik met mezelf om. Ja. En ze was zo helemaal overtuigd nu van nou ga ik dit doen. En ik herkende mooi. Dat. Ik vond het gewoon, dat vond ik bemoedigend. Ja. Het was echt even een, ja, mooi. Mooi. Maar. En Johan? Ja, ik werd gisteren ook, eigenlijk elke dag word ik wel bemoedigd. Ja. Gewoon dat ik altijd open praat over Jezus. Wie die is, wat hij voor me heeft gedaan. En door de manier hoe ik praat, zeg maar, met mensen. Ik zeg altijd fantastisch en je zit zo vol energie. En waar komt het vandaan? En ik zeg, ja, dat komt uit de bron, de onuitputtelijke bron. En dan zie je heel veel mensen, gisteren ook, mijn buurman, verhuisd. Dan zie je hem echt zo kijken van... Wow, dat je dat zo kan zeggen, dat je dat zo doet. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ja, voor mij is het normaal, maar het is wel fijn om het weer eens even te horen, zeg maar. Dan word je daar ook zelf in bemoedigd. Ja, om nog verder te gaan en door te gaan. En dat is ook een reden waarom ik hier zit. Ja, mooi. Ja. Dank jullie wel. Jullie mogen een vraag bedenken voor de gasten van morgen. Ik zal zo tijdens de reclame de namen noemen. En dan krijgen jullie een pen bijgeleverd, alsjeblieft. Dan mogen jullie met elkaar een leuke vraag bedenken voor de gasten van morgen. We zijn er zo weer na de reclame. En dan het verhaal van Johan. Blijf kijken. Tot zo.